Handstudenten van verschillende opleidingen slaan hun handen in één tijdens een kledingbeurs op 10 december. Ze organiseren het evenement voor de Kledingbank in Nijmegen om kleding in te zamelen en ook om de naamsbekendheid te vergroten. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Wij gaan op 10 december bij de Team Loods in Nijmegen gaan wij een evenement organiseren voor de Kledingbank. Hierbij gaan we een creatieve dag doen met aan het einde een modeshow. Om eigenlijk als doel zo veel mogelijk jonge jongenskleding in te zamelen en de naamsbekendheid van de kledingbank te vergroten. De motorshow heeft de naam Krijg de Kleren. Het is een soort, ja, het is gewoon grappig, omdat de mensen die bij de kledingbank komen ook echt kleren krijgen. Wat we gaan doen is, het is een inzameldag, dus kom met je kleren naar de teamloads. En dan gaan we een creatieve dag waar we creatieve dingen gaan doen met oude stukken kleding. En aan het einde een modeshow om te laten zien dat de oude kleding van de kledingbank alsnog heel veel waarde kan hebben. De kledingbank is een instantie waar mensen terecht kunnen voor kleding. Ze komen in aanmerking als ze niet genoeg geld hebben om het nieuw te kopen. Peter werkt bij de kledingbank in Nijmegen. Hij begeleidt de studenten. De Han heeft ons benaderd tot onze vreugde met het idee, zouden we een event kunnen organiseren voor jullie? Dat was een welkome verrassing, we waren er heel blij mee. En ik ben dus met een van de vrijwilligers wezen speeddaten. En daar is de samenwerking met het huidige team uit ontstaan. Iedereen is welkom. Of je nou kleding hebt om te doneren of niet, mag je gewoon komen. Het wordt een creatieve dag waar we gezellig met z'n allen leuke dingen gaan doen. Het is ook compleet gratis. Het enige wat je even moet doen is je aanmelden. En dat kan via de kledingbank, de website van de kledingbank. Tot nu toe loopt het op rolletjes. Allemaal heel plezierig. Veel goede ideeën. Veel enthousiasme ook. En nu nog inschrijvingen. En dan wordt het een succesvol event. Nou, ik zou kwijt willen dat ik ontzettend blij ben met het initiatief van de Han en van de studenten. En ja, dat ik iedereen uitnodig om vooral te komen. Het wordt een topdag op 10 december. Komt alle. En gaat u zelf ook nog meedoen met de motorshow? Ik weet dat er veel vraag is naar kleding met grote maten, maar ik denk niet dat ik een feest ben in de modeshow. Ik ga wel vrijwilliger zijn op die dag en ik hoor wel van de studenten wat ik doe.